Afgelopen zaterdag vonden er herdenkingen plaats. Tijdens een bijeenkomst van vereniging Oud-Ponteniers en Torpedisten werden de oudstrijders uit de meidagen van 1940 herdacht. Dat deden ze op begraafplaats Essenhof. En er werd ook stilgestaan bij omgekomen militairen in huidige conflictgebieden. Loco-burgemeester Rick van der Linde was aanwezig om een toespraak te houden en een krans te leggen. Een van de veteranen vertelt waarom het zo belangrijk is om te herdenken. We hebben aan mensen die hier begraven liggen en vele duizenden anderen te danken dat we hier kunnen zijn zelfs. En na ceremonies en het leggen van bloemen en kransen luidt de conclusie: het is mooi om te herdenken. Diezelfde ochtend werden de gevallenen van de artillerieafdeling herdacht op het Damplein in Dubbeldam bij het artilleriemonument. Ook die vechters voor de vrijheid gaven hun leven in mei 1940 op en rond het eiland van Dordrecht. Burgemeester Kolf legde een krans bij het monument. Na afloop waren er broodjes en koffie en thee in de Gravenhorst. Burgemeester Kolf hield daar een toespraak tijdens de bijeenkomst. Donderdag zenden we deze toespraak uit tijdens Eilandleven bij RTV Dordrecht.